Beste Achtervelders, Leusdenaren en Stoutenburgers. Na een periode waarin we geen sterfgevallen gemeld hebben gekregen, is dat nu toch weer het geval. Twee inwoners van onze gemeente zijn afgelopen week overleden aan het coronavirus. Dat raakt mij diep. Mijn gedachten zijn bij de nabestaanden. Mede daarom vraag ik met klem opnieuw uw aandacht voor deze dringende boodschap. Want hoe saai de boodschap voor u inmiddels ook klinkt, we moeten alle eerder afgekondigde maatregelen in acht blijven nemen. Vermijd drukte, let op de 1,5 meter afstand en was je handen. Heb je klachten? Blijf dan thuis. Het aantal besmettingen neemt snel toe met soms ernstige gevolgen, ook in onze gemeente. Velen van ons denken dat hen dit niet overkomt. Ze passen toch goed op. Ziek worden alleen die mensen die niet voorzichtig zijn en bijvoorbeeld wel naar drukke plekken gaan. Met z'n allen naar de volle winkelstraat op zaterdagmiddag. Of toch naar die net drukke verjaardag of feestje in de tuin. In werkelijkheid is de situatie helaas anders. De boodschap die ik als burgemeester van de GGD krijg is dat de meeste besmettingen in Leusden zijn opgelopen bij samenkomsten thuis. Zoals die barbecue of die verjaardag met familie en vrienden. Als je dan samen bent met de mensen die je zo goed kent, verslapt de aandacht voor de maatregelen snel. Dat herken ik en overkomt mij ook wel. We hebben allemaal het verlangen naar nabijheid. Een arm om elkaar heen te slaan, elkaar die knuffel te geven. En als dat dan een keer gebeurt, laat het dan niet de reden zijn om je helemaal niet meer aan de maatregelen te houden. Het einde is nog niet in zicht. Hou vol. Nogmaals wil ik benadrukken hoe belangrijk het is dat u thuis blijft wanneer u klachten heeft. Ook al past dat niet bij ons. Van jongs af aan leren we dat schoolziek niet telt. In ieder geval bij ons thuis. Maar met die mentaliteit spelen we het virus helaas in de kaart. Dus thuis blijven voor een snotneus? Ja, nu wel. Blijf daarom thuis met klachten en laat u testen. Ook al kan dat eigenlijk niet omdat u die belangrijke afspraak heeft op uw werk. Of uw kind die toets moet maken. Uw gezondheid en die van anderen is belangrijker. Doe het voor Leusden, doe het voor Achterveld, doe het voor Stoutenburg. Ik vertrouw op u.